Ja, het spreekt allemaal voor zich. Hoe ik, als ik de agenda open, dan is het gewoon duidelijk. Dubbelklik ik op een dag, dan ben ik gewoon de hele dag boekbaar. Ben ik een gedeelte niet beschikbaar, dan kan ik dat ook gewoon makkelijk in. Het is heel gebruiksvriendelijk. Hoe ver plan jij vooruit? Ik heb nu vooruit gepland tot eind mei, omdat ik van juni tot en met september al een periodeopdracht heb. Van één locatie en dan komt nog een andere locatie bij. Maar heb ik al mijn vakantie, heb ik daar al zeg maar wel in verwerkt. Kan jij die werkwijze aanraden, zeg maar zo gestructureerd en ver vooruit plannen aan andere pizzas? Dat zal ik zeker aanraden aan andere ZZP'ers, maar wel met kanttekeningen erbij. Mocht er een privéafspraak komen of veranderen, verwerk hem direct in je agenda. Want als je direct geboekt bent, moet je gaan. Omdat ik vind dat het mijn verantwoording is om mijn agenda goed bij te houden. Dus op het moment dat mijn privéafspraak werd veranderd, de tijd, had ik dat direct moeten aanpassen. Je komt niet geloofwaardig over voor de klant als je dan afbelt. Want dat is, ja, not done. Een hogeschool te hebben. Je hoeft ook niet veel kennis te hebben van computers. Dit spreekt eigenlijk voor zich. Ja.